is weer een gloednieuw event van start in Clash of Clans. Maar niet zomaar een event, er is ook een nieuwe epic equipment voor de Royal Champion die je kunt unlocken door alles te completen. In deze video ga ik jullie alles vertellen wat jullie moeten weten over dit event. Dus laten we niet langer mee wachten en gewoon aan beginnen. Hier zijn we dan in Clash of Clans met het nieuwe event. Het is een supertroep event, dit keer voor de muurbreker. We hebben al vaker zulke events gehad, maar dit keer is de muurbreker aan de beurt. En we gaan weer ijsblokjes kunnen verzamelen om zo ver mogelijk te geraken aan die rewards, zoals jullie kunnen zien. Je krijgt 150 ijsblokjes per ster. Dus dat betekent dat als jij 3 sterren haalt in een aanval, dat je al meteen 450 ijsblokjes krijgt. Maar daar houdt het nog niet op, want als jij ook een super muurbreker gebruikt, die je dus automatisch unlockt door mee te doen aan het event, krijg je nog eens 50% extra van wat jij hebt gekregen. Dus als jij 3 sterren haalt en 450 ijsblokjes krijgt, dan krijg je daar nog eens 50% bovenop als jij minstens 1 muurbreker in je aanval gebruikt hebt. Maar goed, nu eens kijken wat je met die ijsblokjes kunt doen. Je hebt hier een nieuwe pass. Dit is een andere pass, dit is een event pass. Niet zomaar hetzelfde als de gold pass die je hier hebt. Het is dus een aparte pass die hier bovenaan in je base zichtbaar is. En je kunt hierop klikken. En door hier ijsblokjes te verzamelen kun je zien dat je dus dingen gaat unlocken. Je hebt onderaan de gratis bonussen die je krijgt. Dus hier krijg je dan na 250 ijsblokjes 300 medailles. En daar kom ik nog op terug wat die medailles precies doen. Maar je krijgt hier dus ook van die erts voor de equipment te upgraden. En natuurlijk ook nog een paar andere nice bonussen. Zoals hier in de gratis pass krijg je een standbeeld als bonus. Je hebt er ook een in de premium pass. Maar je hebt hier dus een paar nice voordelen. Maar natuurlijk, het belangrijkste komt natuurlijk nog. En dat zijn hier die super medailles. Want met die supermedailles, wat kun je daarmee doen? Je kunt hier bij de trader rechtsboven, heb je nu tijdelijk 11 dagen lang een shop waarin je dus verschillende dingen met die medailles kunt kopen. Maar het belangrijkste daarvan is natuurlijk die raketspeer. En dat is dus een nieuw epic equipment voor de Royal Champion. En als we hier kijken naar wat die precies doet, die kan dus vanuit een afstand, zoals super minions eigenlijk, defenses raken. En daardoor blijft hij dus uit range van het grootste aantal defenses. Ook de hapsnappen kunnen niet meer aan de Royal Champion. Dus die zal hier vanuit buiten deze range op de hapsnap kunnen schieten. Wat natuurlijk heel erg mooi is. Maar zoals je kunt zien, kost deze equipment dus 3100 medailles. En als je kijkt naar hoeveel je er kunt krijgen als free-to-play speler, dat is 3150. Maar daar komt natuurlijk nog een mooie bonus bovenop. Want als jij de volledige pass compleet hebt, namelijk na 10.000, dan krijg je nog een bonus traject hier dat je unlockt. En met dat bonus traject kun je nog eens een extra aantal medailles krijgen. En met die extra aantal medailles kom je totaal als free-to-play speler op 3.800 medailles. En daar kun je dan natuurlijk die raketspeer mee kopen, maar ook nog een paar andere dingen. Misschien wil jij hier ook nog bijvoorbeeld wat erts kopen om later die equipment te upgraden. Maar anderzijds kun je natuurlijk ook gewoon de pass kopen en dan krijg je nog een heel stuk meer medailles. Dan krijg je nog eens 5.000 extra van die medailles, wat je dan kunt gebruiken op andere items in de shop. Maar het nice is dus wel dat iedereen dus die equipment kan kopen. Het blijft dus free-to-play. Als je hem niet koopt in dit event, is er een grote kans dat hij later nog terugkomt in de trader shop, maar dan voor 1500 gems. Maar ja, hier kun je hem dus gratis hebben als jij het event gewoon uitspeelt. Maar er is ook nog wat anders dat heel belangrijk is voor dit event. Er is een challenge dat je kunt doen waarin je al meteen die raketspeer kunt gebruiken hier. Dus als je 3 sterren haalt, dan krijg je hier een kleine beloning natuurlijk, zoals het grondstoffendrankje. Maar het leukste is natuurlijk om die equipment al eens te gebruiken voor de mensen die dat willen. En als je natuurlijk 400 XP wilt en 25 gems, ook mooi meegenomen om eerlijk te zijn. Dit event is dus begonnen op dinsdag 11 juni, maar het gaat nog door tot 21 juni. Dus je hebt wel even de tijd om genoeg ijsblokjes te verzamelen en hopelijk kun je dus ook die epic equipment unlocken. Maar ik denk dat het nu eens tijd is om te kijken naar deze challenge. Hopelijk kunnen we hier de 3 ster halen, maar voor mij is het belangrijkste dat we eens testen hoe dat deze ability er precies uitziet. Ik heb daarnet ook al gekeken naar een video van Judo Sloth. En voor de mensen die niet weten wie dat is waarschijnlijk de meest populaire Clash of Clans YouTuber op dit moment. Geeft heel handige tips over aanvallen. Maar ook elke keer als er een challenge is, laat hij heel duidelijk zien hoe jij hem kunt 3 sterren. Dus ik raad zeker aan om even te kijken naar zijn video. Ik heb kort even gekeken, dus ik ga proberen zijn aanval te imiteren. En hopelijk gaat het ons lukken. Maar zoals ik al zei,
Wij hopen hier natuurlijk nu gewoon even te kijken hoe dat die equipment werkt. Maar nu is het aan ons. Wij gaan hier proberen de 3 sterren te halen. We doen even een earthquake op die inferno's. We gaan hier een overgrowth opgooien zodat die onderkant van de base mooi geblokt is. En is het tijd voor onze champion meteen die ability gebruiken. Kijk eens aan. Bomtoren gaat neer en die inferno's worden 1 voor 1 gesniped door de royal champion zijn ability. Wat natuurlijk heel erg mooi is. Wij gaan nu hier met een muurbreker dit gat openen. En dan gaan wij hier met onze ice golems, onze king en onze queen naar binnen gaan. En hopelijk kunnen we hier zo ver mogelijk in de base komen. Wij gaan nu onze poison ook gooien, zodat die clantroepen aangevallen worden eigenlijk. En wij gaan hier nu zo meteen onze king ability gebruiken. Hoppakee, dat is prima. En nu gaan wij alvast even onze tweede earthquake gebruiken. Hier achteraan dat kanon. En hopelijk kunnen we hier nog wat extra damage aanrichten. Dit is helemaal prima. En nu is het bijna tijd voor de volgende stap van deze aanval. Queen pakt natuurlijk ons stadshuis, wat natuurlijk heel mooi is. Dus ik denk dat wij hier nu gaan bijna beginnen met onze Hog Riders. We hopen alleen dat dat kanon... Alhoewel, dat kanon kan wel neergaan. We gaan er gewoon voor. We gaan hier ook meteen een healspreuk gebruiken. Rest van onze troepen. Kunnen we nog even aanhouden. En dan kunnen we denk ik met de headhunters nu naar binnen gaan. En we kunnen onze Warden Ability gebruiken. Want die Hog Riders gaan hier nog mooi diep de base in. Hopelijk blijven die hier nog in de ability van de Warden. Tijdens dat die bommen afgaan. Wat natuurlijk heel mooi is. We gooien hier nu een freeze op. We hebben nog de Queen Ability ook wat super sterk is. En dan gaan wij hier in tussentijd de rechterkant van de base clearen. Want we hebben hier nog die Super Goblins. We hebben hier wat Archers. En ik zie ook nu dat we hier nog deze andere laatste troep hebben. Die had ik daarnet eigenlijk moeten meegooien hier bovenin. Met de Queen en de King. Want dan ging die de clantroepen nog extra damage aanrichten. Maar kijk eens aan. Het was niet eens nodig. We hebben hier gewoon een 3-ster. Dankzij de strategie van Judo Sloth. Super handig altijd. Het is nu gewoon even wachten totdat de laatste gebouwen neergaan. En hier hebben we het dan gedaan. We hebben de 3-ster binnen. En we hebben voor het eerst dus die ability van de Royal Champion gebruikt. Als we nu naar het event tab gaan, dan kunnen we hier dus natuurlijk onze beloning opeisen. 400 XP, 25 gems. En ik heb natuurlijk geen ruimte voor mijn grondstof spreukje. Dus we gaan er gewoon even eentje gebruiken. We kunnen er gewoon... Alhoewel, nee, dat is eigenlijk waardeloos als ik nu bekijk. Mijn storage zit gewoon vol. Ja, dat was misschien niet het slimste. Maar we gaan dan gewoon nu voor 10 edelstenen, we zetten het om... Helemaal prima. Intussen tijd is onze supermuurbreker klaar en kunnen we een aanval doen om de eerste ijsblokjes te verzamelen. En dat gaan wij meteen doen in Legend League. Zoals jullie kunnen zien, moeten wij dus ook gewoon niet wachten op een aanval. Wij kunnen meteen een aanval doen. En dat gaan we ook doen. We hebben de muurbreker bij. En laten we eens kijken wat voor een base wij hier krijgen. Oké, base ziet er niet al te super lastig uit, om eerlijk te zijn. Ik ga gewoon via boven. Dat lijkt mij het gemakkelijkste voor deze aanvalstrategie. Let's go. We gaan er gewoon voor. We gaan hier met de Warden ook. Die jammer genoeg nog in grond staat. Door de vorige aanval die we net deden. In de challenge. Dat was wel zo een beetje jammer. Want die zou eigenlijk op lucht moeten staan. Maar eindgoed al goed voorlopig. En we gaan hier weer moeten tellen. Moet altijd tot 4 tellen, want die spreuk duurt maar 4 seconden, die onzichtbaarheidsspreuk. Natuurlijk kun je het ook een beetje op zicht doen, maar dat blijft altijd een beetje moeilijk. Maar uiteindelijk hier lukt het nog allemaal redelijk goed. Het grootste deel van de base dat wij neer wilden halen met onze blimp is neergehaald. We hebben geen monoliet meer en er is geen stadshuis meer, wat natuurlijk heel erg mooi is. Dat wouden we hebben. Nu proberen wij zoveel mogelijk air defenses uit te schakelen en... Lukt het ons hier om er 2 uit te schakelen? Het lukt ons gewoon. Heel erg mooi. Nu gaat die Queen langs de zijkant zoveel mogelijk gebouwen uitschakelen. En gaan wij met onze Warden, die jammer genoeg nog niet die equipment heeft, hier proberen zoveel mogelijk damage aan te richten. Voor die laatste Air Defense en ook Inferno-toren uit te schakelen. En wat gaan wij doen met onze King? Die King mag hier proberen naar binnen te gaan. Alhoewel, die gaat waarschijnlijk ook een beetje rondgaan. Maar wij gaan het supporten met de rest van onze troepen. Want alle air defenses zijn gewoon neer. Wij gaan hier nu gewoon naar binnen van de base. Ik had de King ook gewoon binnenin hier kunnen zetten, realiseer ik me nu. Maar ja, al onze troepen zijn nu neergezet. Queen leeft nog goed. Kijk, ik zie niet anders dan een 3-ster voor deze aanval. Dit gaat echt niet meer misgaan.
En zo gaan we onze eerste 450 ijsblokjes krijgen, maar met ook nog eens de 50% bonus, omdat wij sowieso één super muurbeker hebben gebruikt, wat natuurlijk heel mooi is. Het zou overigens ook kunnen zijn dat we net iets meer krijgen, omdat in Legend heb je een gelimiteerd aantal aanvallen. Ik kan maar 8 keer per dag aanvallen, waardoor dat je volgens mij net iets meer ijsblokjes per ster krijgt. Volgens mij is het meer dan 150 per ster. Zoals jullie kunnen zien is het inderdaad het geval. Dus ik heb net iets meer ijsblokjes per ster gekregen. Maar we hebben dus de eerste ijsblokjes binnen. En dat is natuurlijk een mooi begin van deze challenge. We gaan kijken wat we verdiend hebben. We hebben de eerste medailles binnen. En we hebben ook wat erts binnen. En ook nog eens een 30% training boost. Dus, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Hopelijk vonden jullie het tof. Laat mij in de reacties ook weten of jullie voor deze raketspeer gaan. Of misschien gaan jullie wat anders kopen met jullie medailles. Of gaan jullie de pass kopen? Laat mij dat ook weten. Ik ben nog altijd niet helemaal zeker of ik hem wil kopen. Natuurlijk, de erts die je hier krijgt is supergoed. Je krijgt superveel van. Maar kijk, voor mij is die speer het belangrijkste. Laat zeker even een like achter. Zou ik enorm waarderen. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb heel veel leuke video-ideeën die eraan komen. En ik kan niet wachten om ze met jullie te delen. Dus stay tuned. En voor de rest wens ik jullie veel succes met dit event. Tot de volgende video. Later mensen.